wat vooraf ging in Far Cry 2. Misschien kunnen we dankzij deze bittere graphics kunnen we misschien zelfs wel dit keer medicijnen. Wacht even jongens, er is een nadeel. Dat is zo luid! Oké, daar ben ik weer. En goedendag en welkom bij Pyjama Gameplay Let's Play met Clay Far Cry 2 part 3. Ja, part 3. Wauw! Vandaag beginnen we. En even een kleine update. Ik heb offline heb ik eventjes de medicijnen bemachtigd. Ik moest daarvoor naar de kerk kennelijk. Ik moest een paar dingen doen. Helemaal nutteloze shit. Alles hiervoor was een tutorial, denk ik. Er waren nooit medicijnen in dat safe house. Whatever. We hebben medicijnen. We're good to go. Laten we beginnen. Hier kijk. Go to any briefing location to get a mission. Ja. Objective. If you trespass, you have been warned. Oh shit. Ik mag hier dus eigenlijk helemaal niet eens komen. Oh lekker dan. Nou, prachtig. Het begint al goed. We passeren verboden gebied. Ja, jongens. Het begint al goed. Het begint al prachtig. Ondertussen moet ik ook mijn gezondheid in de gaten houden. Want dat is natuurlijk nog altijd een dingetje. Ik heb pillen nemen tegen malaria. Gaat niet zomaar voorbij. Crouch. Mooi. Volgens mij konden wij... Daar konden we ook alweer heen. Let's see. Ah, crap. Ik loop weer helemaal de verkeerde kant op, zie ik. Moet ze hier? Nee. Dacht het ook, ja, jongen. Oh meneer! Meneer! Neem maar tenminste uit die nee eerst. Wow! Jezus, Wat een viesbeuk eigenlijk. Hij raakt me zomaar aan. Jezus man. Horen jullie dat? De Jackal. Onze grote vriend. Die ammo en wapens levert aan beide partijen. Jezus, gewoon een klotzak. Zou hem beter de Jackass kunnen noemen. Ha! Laten we gaan. Bets. Oké. En jongens, ik heb het... Oh, ik mag... Oh, kijk, ik heb mijn wapens niet meer. Ik had het gevoel namelijk dat shit... Ja, werk! Ja, zeker, Lamar Davids. Oeh! Wat? Oké. Oké, pindas in de SUV. Ik vind deze missie nu al gewoon leuk. Wat? Nu al? Maar ik weet niet eens of het me lukt. Ja. Oh jezus, dankjewel. Je bent een goede kerel. Ik had het mis. Ik dacht die gast, gekke man. Probeer me dingen aan te smeren. En of ander schoonmaakmiddel of zo. Weet ik veel wat ze hier verkopen. Volgens mij schoonmaakmiddelen. Ha, als van soort. Oké, laten we eerst wat health pakken. Ja, we hebben genoeg. Oké, top. Anders dan smijt ik de deur in zijn rug. Moeten we ook natuurlijk niet hebben. Oké. Wat? Heb ik nou verkeerd gedaan? Nee toch? Nee. Wat? Nee, moest ik wel weg? Ja toch?
Ik heb het gevoel dat ik gewoon weg ben gegaan midden in de conversatie. Als een respectloze klootzak. Why you gotta be so rude? Oh, zie je, dat is voor in cinematic trailers. Terwijl je een heel diepgaand gesprek hebt over de huurmoord op de chef-recherche van de politie. Op een gegeven moment loopt die gast gewoon weg. Oké. Okay. Oh! Sorry! Oké. Okay. Die gast, die moet wel niet van me denken. What the fuck, we betalen hem nu. We willen hem informatie geven. Die gast loopt gewoon weg! Sages, wat is dit? Dat weet ik niet, Bas. Jezus, moet alweer. Die gast is me nou helemaal zat. Oh, wauw. Echt waar. Die gast mag me nu al niet. Oh. Hallo! Doei! Warren Clyde kan wachten. Want we gaan eerst naar het rode bliepje. En daarvoor pakken we een auto. Dit keer vallen we niet uit de auto door te overlijden aan de gevolgen van malaria. Nee, dit keer blijven we leven, want we hebben pillen. Eindelijk. Oké, laten we gaan. Auto. Ik denk dat ik nou wel heel snel pillen moet nemen eigenlijk. Nee. Ja, oké. Okay. Mooi, maar... Godverdomme, dan ga ik niet zeggen dat ik geen pillen meer heb, toch? Ja, jawel, ik heb wel pillen. Niks aan de hand, joh. We nemen deze auto. Is die van mij? Nee. Pak wel? Ja. Yeah. Oeh, oké. Dat gaat al goed. Jezus, die tornado, man. Normaal. Oh, daar gaat de kerk. En daar gaat een pilaar van een brug. Oké, let's go to the radio. Kijk, de jongens, dit is een amfibiekar. Hij kan over het water. Ik ben opgelucht. Godverdomme. Ze hebben gezegd, deze auto kan in het water. Of deze auto moet schoongemaakt worden met water. Ik weet het niet. Oh nee, tuurlijk kan ik de map niet pakken. Oké, let's go. Kunnen we ook maar sneller dan of is dit echt waar de default speed? Jezus, wat teleurstellend eigenlijk. Oh mijn god, we gaan echt zo langzaam. Tegen de tijd dat wij daar arriveren bij de chief of police, is die gast al overleden aan ouderdom. Jongens, ik heb medicijnen, toch? Ja, ik heb medicijnen. Ik weet in ieder geval waar ik medicijnen nou kan krijgen. Dat is in de kerk. Ik heb geen zin om te verdrinken namelijk. Mochten we dus medicijnen nodig hebben, dan gaan we... Weet je wat, we gaan deze aflevering ook gewoon eventjes naar de kerk. Natuurlijk, het water is lekker helder. Ik kan ook geen fuck zien en Far Cry 3 is veel anders. Oké, kom op. We zijn er volgens mij bijna. Interesting. We gaan wel de goede kant op. Dus even kijken, we gebruiken dit ding. Om een pijl door het hoofd te schieten van de chief of police. Ik bedoel, laten we zeggen, Wolf was niet slecht te voelen om deze moord. Ik bedoel, de politie is bijna net zo corrupt als de drugshandelaars hier. Oké, zo'n brug. Ik heb het gevoel dat ik er echt dichtbij ben nu. Maar we hebben alleen geen auto en die gast heeft wel gezegd dat dat nodig was. Ah, boeien. Ik bedoel, welke grote helden uit oorlogsgebieden hadden een auto nodig? Ik bedoel, zag je Albert Einstein in een auto rijden? Ik denk het niet. Die gast kon nog niet eens praten toen hij 4 was. Of was dat nou 1? Oké. Oh god, nee. We hebben een auto. Prachtig. Hier. Komt dus gewoon aanwaaien. Dat was mijn bromfietstheorie.
god. Ik weet dat Kevin deze video gaat bekijken en ze mij nou uitlacht. Kevin bood me 10 euro aan om dit kanaal te stoppen. Maar ik heb het afgewezen. Ik word gebeld op Skype. Maar ik ga niet opnemen, of course. Oh! Oh, fuck! Oké, jongens, dit is een kruising. Ik moet iedereen voorrang geven. Kutzooi! Oh, my god! Oh, dat meen je niet. Godverdomme, net nu, hè? Ziet toch dat die kogel vastloopt? Ja, pak hem dan! Oh, mijn god! Oké, dat heeft me bijna de helft van mijn leven gekost. Ah, spuitje. Godverdomme! Oh, dit is zo'n slechte dag. Ah, what the fuck! Wat? Oh, shit gaat los. Waarom kon niemand me waarschuwen dat dat gevaarlijk terrein was? Dit was een fucking ambush, man. Niet normaal. Ik ga daar staan. Kunnen ze me tenminste niet raken. Oh, we kunnen nou ineens wel sneller. Tuurlijk. Wat? Wat? Oké, ze komen dus hier. Fuck! Oké, goed zo. Wat? Gast! Ik dacht dat je bij me hoorde, man. Ik hield van je. Fucking Hitler. Letterlijk. Ja. Shit, man. Wat een dag. Geambushed, geneukt in mijn reet haast. Christus. Er zijn er meerdere. Ja, dat moet wel. Oh mijn god. Woe! Jezus, oké, volgens mij kunnen we nou rustig. Wat the fuck? Oh, ik dacht dat het een doos was. Volgens mij kunnen we even rustig ademhalen. Monkey's bar. Pala, kunnen we medicijnen over ons halen? Ik check ook zo denk ik eventjes de controles, want ik heb 1 keer mijn medicijnen verbruikt. Nee, 1 keer gebruikt bedoel ik, niet verbruikt. Oké, ik check mijn controls, maar die skip. Ja, we zijn weer terug. Ik heb nergens een knop kunnen vinden daarvoor eigenlijk. Dus waarschijnlijk zijn we diep in de shit. Maar we zijn er. Daar gaat het om. Volgens mij moeten we de andere kant van de berg op. Oh, dat meen je niet. Nee, kom. Kunnen we niet no-clippen of zo? Ah, fuck. Ik zie hier ook het gebied, ja. Ja, we moeten ook. Ja, we moeten. Oké, goed. Ik denk niet dat ik het nog verder ga redden eigenlijk. Oh god. Oh, we gaan de goede kant op. Gewoon deze weg volgen. Oké, laten we gaan. Jezus, malaria. What the fuck? What the fuck? Oké, ik weet serieus niet wat er nou zojuist... Target is moving. Oké, fuck, we moeten opschieten. Ik weet niet wat er zojuist gebeurde, legit niet, maar oké. Ja, oké, ze zit op het trein. Nee, het is hier. Ik ga niet zeggen dat ik nog verder naar boven moet, maar dan word ik ook een beetje neidig. Ah, Christus jongens, dat meen je toch niet. Flikker op. Nee, we gaan niet verder naar boven hoor. Ik meen het. Waarom is het niet gewoon een heuvel of zo? Gewoon een steile heuvel van je op af. Oh my god. Nee, dat wordt hem niet. Misschien moet ik even... Oh jezus, ik word hier zo gek voor. Oké, denk na. Misschien gaat hier een heuvel op.
Ja, volgens mij, ja. Ik denk dat we er bijna zijn. Hé, hey, hij komt deze kant op. Ik denk dat we niet eens... Oké, hij gaat over de railings, denk ik. Kan ik nou... Met een paar seconden kom ik erachter. Ik denk dat hij over de weg gaat. Ja, ja, hij gaat over de weg. Oké, dan kan hij verschillende kanten op gaan. Kom op, nee, niet naar onder, niet naar onder. Please. Nee! Nee, goed zo. Wauw. Heel dichtbij nu. Hij is er bijna. Fuck, hij kan van alle kanten opkomen eigenlijk. Ook van onder? Ik ga niet zeggen van onder. Wat? En nou jumpt hij! What the fuck! Kom op! Ah, dat meen je niet! Nee, what the fuck! Oh my god! Hoe blijf jij in leven? Oh my god, what the fuck! Kom op, nog één keer. Heb het gehaald? Nee. Ja, nee. Wat? Kak! Fuck. Oké, okay, maar... We gaan kijken of die gozer dezelfde weg gaat. Als dat het geval is, dan rijden we deze naar achter. Ja. Ja, als dat zo is, rijden we hem aan. Eerst de auto maar eens repareren, godverdomme. Maar jongens, dat is hoe je alle auto's repareert. Maakt niet uit de schade. Gewoon aan het boutje draaien. Maar ja, het is eigenlijk Ria's schuld. Want Ria had me dat balkje moeten aangeven. Hij heeft mijn oom verzorgd. Heeft dat balkje van Ria. Ezel stoot zich dus daadwerkelijk twee keer aan mezelf te stenen. Kalop! Hoeveel mannen heeft die gast wel niet? Oké, die gast stoot zich. We gaan erop wagen dat hij zich drie keer aan dezelfde steen stoot. En geloof me, als ik de mechanics van deze game ken, dan doet hij dat. Oké, even adjust. Oké, even perspectief nemen, denken. Die kant gaat hij op. En van deze kant komt hij. Mooi. Dus nou snel gewoon even wachten. En knip. Oké, we zijn er weer. We wachten geduldig af, want hij komt die kant op. En dit keer pakken we hem wel. De aanrijding is niet gelukt. Maar ik denk ook wel waarom. Omdat ze met heavy machinery kwamen. En ik kwam in een auto. Je weet wat ze zeggen, breng nooit een auto naar een machinegeweergevecht. Wijze woorden. Maar nou is het stilte voor de storm. Volgens mij hoor ik hem aankomen. Ik wilde eigenlijk niet de auto uitstappen om... Ja. Waar? Welke kant? Waar? Die, you piece of shit! Woo!
Oh god, het spijt me, het spijt me. Meen je niet? En nou jamt hij alweer? Godverdomme. Oh god, wow. Oké. Fucking hell! Het houdt niet op, niet vanzelf. Oh shit. Oh god, oké. Ik dacht dat het veilig was om de map te kijken, maar dat was het dus kennelijk niet. Oké, dit zijn rare pijlen. Oh, zo ren je dus. Son of a bitch. Oh, geweldig. En ik denk dat we dit met deze victory... Oké, geen victory. Oké, ik steek mezelf in de brand. In de fik. Fuck jou, ik vertrouw hem niet. Als ik je niet vertrouw, dan ben je dood in mijn ogen. Is het stil? Perfect! Ik denk dat we met deze... Oh, godverdomme! Waar? Godver... Oh, shit. Oh, fuck. Fuck. Kom op. Nee! Geen ammo. Oh. Oké, we stappen de auto in. Weet je wat? Fuck dit. Kill, dit gaat te ver. Fuck! What the fuck, man. Jezelf steken met een mes. Kill, dit gaat te ver. We gaan weg. Weg, zei ik. Godverdomme. Oh, Jezus. Het lijkt wel alsof ze bang zijn dat ik de regisseur heb vermoord van de politie. Oftewel, iemand de chef. Maakt niet uit waar we heen gaan. Oh nee! Fuck! Dit is niet vriendelijk gebied! Oh shit! Kom! Oh! Fuck! Fuck dit! We rennen! We zwemmen wel! Kut! Oh Jezus. Oh crap. We zijn dood. Helaas. What the fuck? Oh! Oh, hi, bedankt. Oh, we zitten nog steeds in conflict. Oké. Ja, dat kan ik niet. Sorry. Oké, ik moet ook betere wapens halen. In ieder geval wapens in betere conditie. Kan ik een granaat gooien? Oh, dat meen je niet. Nee, ga niet dood. Je was letterlijk de enige vriend die ik hier heb. Zo'n rot van de... Oh. Wel dat safe. Ja, doen we. Ik denk dat we met deze victory slash faal dat we de aflevering afsluiten. Hartstikke bedankt voor het kijken. Far Cry 2 Part 3 Let's Play met Clay. Vond je deze video leuk? Zoek dan hulp. En laat een like achter. Bij iedere like die je achterlaat, doneer ik €15 aan het Fonds voor Chinese Pantoffels. Dan zul je natuurlijk afvragen, wat is er mis met Chinese pantoffels? Nou ga je schamen. Er is heel wat mis met Chinese pantoffels. Hartstikke bedankt voor het kijken. En kijk zeker de volgende keer weer naar Pyjama Gameplay Let's Play met Clay Far Cry 2. En nogmaals bedankt voor het kijken. Laat een like achter. Er komen dagelijks video's en dat is niet waar. Hartstikke bedankt. Parvacinical en nu over twisten.